Nee, ik had gehoopt om dit samen natuurlijk met de vertegenwoordiging van de mensen die op straat leven of geen thuis hebben, om dit verhaal samen te brengen. Maar zoals je ziet, het regent heel hard en zij zoeken nu ook waarschijnlijk een schuilplaats om lekker warm te blijven. Maar ik sta hier zeker namens hen. En ik vind het belangrijk ook om het met hen te doen en het niet over de mensen te hebben. En vooral ook dus met elkaar dit op te pakken. En dat Manouk dit zelf al goed oppakt, is te merken. Ze is namelijk een actie begonnen om 100 slaapzakken met gedichten te realiseren voor mensen zonder thuis. Op haar donatiepagina kun je een steentje bijdragen. Het idee begon oorspronkelijk om echt een warme boodschap te bieden. Dus met een collectief van makers en dichters. Want op lange termijn wil ik ook echt een expositie maken om de verhalen van de straat, maar ook mensen die niet zichtbaar dakloos zijn, om die op te halen met elkaar, op zoek te gaan naar de herkenning in de verhalen. En voor nu, de winter komt eraan, dacht ik, hey, hoe kunnen we die dialoog eerder op gang brengen? Dus met de inwoners, dat het niet alleen vanuit mij komt of een beperkt aantal mensen, maar dat we dat echt met elkaar beleven en het dialoog gaan voeren. Je kunt zelf al simpel een steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan je zolder of berging en daar eens even rond te kijken. Ga die drempel over en dat is echt mijn oproep aan de mensen hier in Breda. Maak zelf ook contact. Heb je een slaapzak liggen of een warme jas? Bied het aan iemand die hier zit, want dat is mijn doel. Verlaag die drempel, zodat we echt met elkaar dat stigma kunnen doorbreken. Want het begint bij jezelf, de verandering. Stel jezelf open op. Ook niet als een hulpverlener, maar echt de kwetsbaarheid zelf. Een mooi verhaal vind ik wel. Ik was een keer in gesprek met Joël, een jongen die 4 maanden al op straat leeft. En hij had net een spuit gehad van de GGZ. Voelde zich echt niet goed. Hij zegt, Manouk, ik heb allemaal stemmen in mijn hoofd. Het gaat niet lekker. Dus ik heb hem zijn verhaal laten doen. We zijn ergens gaan zitten. Ik zeg, ja, jawel, ik heb ook af en toe last van stemmen in mijn hoofd. Weet je wel, de ene keer. Dus ik was me aan het voorbereiden op een afspraak. Ik zeg, de ene keer zegt iemand dat stemmetje in mij, oh Manouk, je doet echt supergoed, fantastisch werk. En de andere keer heb ik dat stemmetje in mijn hoofd van, nee Manouk, dit gaat hem echt niet worden. Je kan dit niet, je durft dit niet. En toen ging hij voor me staan. Hij zegt, ja, maar Manouk, je moet echt in je dromen geloven. En weet je, we zijn gewoon gelijk. Hij is niet anders dan ik of zo. We hebben allemaal de herkenning in die verhalen. En dat vind ik zo mooi aan de gesprekken op straat. En ik heb mooiere verhalen hier op straat dan, ik werk ook als consultant, dan in de boardroom, zeg maar. Omdat het meteen over de essentie gaat. Mensen spelen geen rol. Nee, het gaat gewoon over het leven, over jij en ik en over hoe we het hier ervaren en de uitdagingen. En dat, ja, dat is super mooi. Het vervelendste vindt Manouk hoe de meeste mensen denken over dakloze mensen. We zien hier op straat natuurlijk mensen die zijn zichtbaar dakloos. Maar in de media is het nog te vaak de man met het baardje en het blikje bier in zijn hand die dakloos is. Maar er zijn ook zoveel meer mensen die geen thuis hebben of dat gevoel niet ervaren. Bij elkaar, bij familie op de bank slapen. Er zijn ook ondernemers naar mij toegekomen die zeiden, hey Manouk, ik ben feitelijk ook dakloos geweest, want ik heb een tijdje op kantoor geslapen, want mijn bedrijf ging failliet. En die verhalen zijn er ook. En die zien we zo weinig met elkaar. En ook het over hoe we over dak- en thuislozen spreken. Ik zeg ook altijd liever mensen zonder thuis. Want loos klinkt ook zo zwaar, alsof ze echt gewoon helemaal niks meer hebben. Het woordgebruik, zeg maar, en de doelgroep, ja, dat wekt bij mij ook iets op van, hey, er is een soort van minderheid, terwijl we zijn juist allemaal gelijk. Er zitten heel veel gelijkenissen in. En dan zit ook heel erg gewoon in dat gesprek aangaan. Dus met alleen een slaapzak ben je er natuurlijk niet. Het zit hem ook in het oog hebben voor elkaar. Joël zegt letterlijk tegen mij ook van, als ik hier kijk en naar de straat kijk en alle mensen zie bewegen, jullie hebben een sociaal netwerk. Hij zei, ik heb een keer een dak boven mijn hoofd gehad, maar ik hou de vrienden van de straat. En dat brengt mij weer terug op de straat. En hij zou juist zo graag weer willen participeren en meedoen en de kansen krijgen om ook gewoon te gaan werken en voltallig mee te doen. En het zicht hebben naar elkaar is misschien nog wel belangrijker dan die slaapzak. Die slaapzak is voor nu even belangrijk, maar daar los je natuurlijk het probleem ook nog niet mee op. Maar het is een middel om met elkaar weer in gesprek te gaan ook. Helaas hebben we door het slechte weer tijdens de opnames geen dak- en thuislozen kunnen spreken. Wel kun je geld doneren op de donatiepagina op GoFundMe. gf.me/u/2hz5nw. Of kijk even in de link in de beschrijving.